Ik ben Dave van Ooymond, ik ben conciërge op het Kai Mun College. Het Kai Mun College heeft 1800 studenten. En sinds kort hebben wij de mobiele app van VECOS. De studenten vinden de app geweldig. Ze vinden het makkelijk om erbij te hebben. En voor ons als facilitaire dienst scheelt het gigantisch veel werk. Want de mensen kunnen hun sleutel niet meer vergeten of hun pasje vergeten. En ze drukken op de knop op de telefoon en het werkt. De studenten kunnen hun locker openmaken met hun druppel of nu met de mobiele applicatie. Ze kunnen met hun telefoon in de hand kunnen ze naar een kluisje lopen en het kluisje is al open. En het voorkomt ook grote wachtrijen, want veelal de dames hebben een hele grote tas, daar stoppen ze hun druppel in. En dan is het toch even zoeken en dan duurt het toch eventjes voordat ze het kluisje open hebben. De implementatie van de VECOS app is echt heel erg goed verlopen. We hebben in het begin getest met 9 tot 10 mensen. Daar zijn we een week mee gaan testen. Er zijn totaal geen problemen mee ondervonden. En toen zijn we doorgegaan naar de 300. En ja, nu gaan we eigenlijk voor iedereen de applicatie implementeren. Het gebruikersplezier is echt enorm. Je hoort al om je heen van de mensen die het hebben. Dat ze echt heel erg blij zijn. Dat ze gewoon continu de app gebruiken om hun locker te openen. En ze hoeven minder lang te wachten bij de terminals. De verschillende smartphones zijn allemaal getest en met alle smartphones werkt gewoon de applicatie, dus dat is helemaal super. Nou, het Kai Mun College is heel erg blij en tevreden over deze applicatie en zeker een aanrader voor iedereen.